feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Hallo allemaal, vandaag een nieuwe Let's Play. En vandaag gaan we verder met deze account. En jullie zien dat ik ben een beetje verder dan normaal, omdat ik ook speelwet heb gezocht. En ik ben nu populair en ik blijf gewoon doorgaan tot ik hem ook hier op kan kopen. Maar dan moet ik wel eventjes sparen. Zoals jullie zien, ik heb er wel even vanaf gedaan. En ik heb ook de schade even uitgezet. Want ja, nu vind ik het niet meer zo mooi meer. Want ja, zo laat, om te zeggen, heel laat vind ik het niet meer mooi. Maar daarna wel. Ja, dat reageer ik dadelijk wel op. En ik heb een nieuwe muis, wat ik woensdag heb gezegd. Dus ik hoop dat die iets beter is wat ik net had. Vorige keer had. Ja, en ik zit weer in een nieuwe club. Stacy Youngfoot. Het is een leuke club, zit ik al heel lang in eigenlijk. Dus we gaan meteen verder met de update. Met missies. We beginnen gewoon ergens waar het kort bij is. Want ik heb niet zoveel zin om overal naartoe te gaan. Wat hoe ergens komt bij is, of zo vind ik het wel goed. Zijn de egels oké? Praat met die Earth Arena de egels om te kijken hoe met ze gaat. Oh my god. Krijgen we dat ook weer. En als jullie het niet meer leuk vinden als ik dat ga opnemen, mogen jullie het best wel even zeggen hoor. Dat vind ik echt niet erg. Dus ja. Nu mogen we het rustig zeggen in deze video als jullie het niet meer leuk vinden hoor. Dat maakt me echt helemaal niks uit. Jullie moeten het ook leuk vinden. Maar ik heb het gewoon gedaan omdat ja, ik bijna geen missies meer heb. Daarom heb ik dat gedaan. Maar ik hoop dat ik bij de rail ook een trailer heb. En dan hoef ik niet actief met deze trailer te gaan. Maar ja, ja. Dat maakt ook niet uit. En we doen ook die van Morlet nog eventjes. Van dat meisje moeten we nog even doen. Want het is de volgende eigenlijk. Dus die moeten we ook nog eventjes doen. Anders krijg ik hem niet af. En dan duurt het nog langer. En daar heb ik geen zin in. Dus. Ja, en na deze video ga ik nog eventjes speelwet zoeken, dat ik hierop ook kan kopen. En misschien neem ik met die verder op, weet ik niet. Moet ik even kijken. Maar ik moet deze nog wel uittrainen. Die moet ik echt nog echt doen. Maar dat doe ik pas ik met al die paarden bij Phoebe heb uitgetraind. Want als ik daar niks te doen heb, ga ik gewoon op dat kant weer verder. Maar mijn bot zit er ook op en mijn moeder, dus ja, dat kan het wel. Was het dit nou? Lekker gezellig dan. Oh, tik op de verkeerde knop. Nou, gaan we weer. Moet ik hem naartoe rijden om even kijken? Oh my god. Dat vind ik echt niet leuk, hè. Nou ja. Maakt niet uit. Ik heb gezien net zo'n fout, daar heb ik echt geen zin in. Maar ja. Dat krijgt iedereen. Ik ben niet de enige die op Starstable speelt. Die geen netwerk fout krijgen. Maar sommige mensen hebben dat ook. Vooral als het slecht weer is, heb ik het echt vaak. Zoals onweer en keilde regen, dan heb ik het. Niet waarom. Maar ja. Oh. Oh. Oeh, die is schattig. Schattig. Oh, dat is eigenlijk best wel een piepspammetje wat ik net had. Oh my god. Oké, welke zou ik nou eventjes doen? Alex. Doe die even doen. Viola. Nou, deze doen we echt sowieso. Ik ga even kijken wat er allemaal kop bij is. Nou, die sowieso kop bij. En doen we dan die. Dan deze dan maar. Ja, daar is een beetje ver af. Dus we doen
Die van Alex. En dan die van Molen. Dan die van Penta als het gaat. En daarna doen we gewoon ja, wat het naast toe komt, zou ik zeggen. Ik ga hem te treden. Waar ga ik dan hierop? Oh my god. Nou. Niet vastzitten. Daar heb ik geen zin in. En geen tijden. Ja, dat... Ik hoor steeds wat. Nou ja, het zal wel aan mij liggen. Ik hoor heel de tijd wat. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar nou ja, maakt niet uit. Ik ga een terras bij plekken. Oh my god, kan ik weer terug? Jezus, kan ik weer terug? Dat vind ik echt super irritant, maar ik druk eventjes wat. Ik mag nooit gewoon een glas meenemen naar boven. Dat mag ik niet van mijn ouders. Dan zou je wel vragen van, ja, je bent toch 19? Ja, ik woon steeds bij mijn ouders. En ik moet steeds naar de regels luisteren. Dus, ik mag wel een flesje meenemen. Dat scheelt weer. Oh, god. Kan ik hem met mijn paard staan of gaat dat niet? Oh, het is wel oké. Nou, dan drink maar weer wat. Als ik hem... Oh. Laat me zitten. Wachten. Ik haat wachten. Ja, hoe gaan we weer daarvoor staan? Ah, daar is die. De paas had gewoon neer, oh my god. Wat zou dit eigenlijk voor zijn? Ontmaskering. Iemand ontmaskeren. Ah, oh, zit nu in die paard, zou ik maar zeggen. En nu loopt die weer daar. Wat ben je toch allemaal aan het doen? Op en neer lopen. Dan kan ik weer terug. Oh my god, kan ik weer terug. En ik hoop dat ik nu die van James kan doen. Als het nu wel gaat, dan kan ik die doen. Ik weet niet wat speelwoord is, maar ik ga het pas na deze video pas doen. Speelwoord blijft nog een paar weken. Of dan was het maar 1 week. Ik denk 1 week nog. Ja, voor jullie is het nog. Maar nee, wacht. Het is nu zaterdag, dus nog 4 dagen nog, denk ik. Kan ook nog een week zijn. Maar dat weet ik niet. Want ik kan niet in de stad helemaal laptop kijken. Dus dat gaat een beetje moeilijk. Als dat kost, had ik het meteen al gedaan. Maar dat denk ik niet. Oh, een leuke broek. Nou nee. Oh my god. Oh, daar staat hij eindelijk. Oh my god, jongens. Ja, sorry, mijn muis is een beetje te hard. Oh, ik moet nu weer naar haar. Oké. Ik word helemaal neergelopen hier. Misschien kan ik ook op dit account ook Lev en Elisa quest doen. Oh, dat lijkt me echt fantastisch als dat kan. Want dat hebben we ook meteen gefilmd. Waar moet ik nu heen? Want dat kan ik wel lopen doen. Dat is niet zo echt ver. Waar is Pirat? Geen idee wat hij nu is. Anders had ik het wel gezegd.
Sommige mensen vragen mij waar Spirit is soms. En ik weet niet waar die is. Ja, soms weet ik waar die is. Maar soms zeg ik het ook wel verkeerd hoor. Ik les altijd naar mijn gevoel. Ik moet toch daarheen, toch? Ja, ik moet naar die kerk heen. Waar is Alex nu? Oh, oké. Boeien. Ik zie haar dadelijk wel. En ja, ik heb die missie nog van deze. Doen we weer erbij. Over die bijen. Zoomen we bijen, dacht ik. Nou, zo bij me wel, dan doe ik die ook maar meteen. Want ja, waarom zou ik die niet doen? Nu kan ik die eigenlijk die van Pinta doen. Jee, kan ik eindelijk. Oh, een sleutel heb ik. Raar muziekje. Hey Linda! Linda, ik heb je bevrijd. Oh, ben op 11. Yay. Ja, ik heb ook nog vriendinnen hier op dit server, dus ik blijf op deze server. Wat raar muziekje, zeg. Oh god. Misschien hoor je dat ook. Een raar muziekje. Oh ja. Oké. Wat? Ah, ik was alles aan het zoeken. Oké, wat gebeurt er nu weer? Je reputatie verbetert, je kunt niet liever bij. Oké, dit wil ik wel lezen. Het erg voor jou, of ik. Waar meestal levendig en vrolijk is, wordt nu overschaduwd door een wolk door oneindige problemen. De bloemers en hun geliefde paden hebben al langer een gedurende wind onderstaan. Waarbij het gevoel dat iets duisters om hen heen heerst steeds meer toeneemt als de wind nog meer begint van de duister. Tijdperk. Heel vaak blijven onbeantwoord. Zal al GED slagen in het exploderen van Jovis Inuk in de natuur? Wat zal gebeuren als hun drillboren het hart van de eiland bereiken? Wie weet het echt wat er in het hart ligt? De druinen van het eiland beschermen van Aydale hebben hun eigen vier ruiters bijeengeroepen om te vechten tegen de boosaardige organisatie Darkor. Een organisatie die schijnbaar onschuldig Justin Morden in de val heeft gelukt om mee te werken aan de slechte plannen. Wat is je rol? Dat is niet bekend, maar je hebt het belangrijk in de geheel dat je weet dat Alex en Elisabeth willen dat je heel hard werkt voor je rijvaardigheden, één goede reputatie krijgt en topbereik in een lijst met highscore. En dat allemaal op de beste ruiters te worden. Je kunt het zijn, een ruiter is klaar is voor alles dat op een pad, haar pad komt. Oké, nu ben ik al klaar mee. Oké, en ik heb weer dat rotklokje weer. Oké. Snap de dieren. Nou, we gaan gewoon naar Moorland. Kijken of ik dan nog... Ja, zie je hier in de Moorland. Want het is te ver. Moorland. Gaan we naar Moorland toe. En dan ga ik naar Verbinta. En ik ga maar 20 minuten filmen. Spijt me als het niet langer kan, maar ja. Ik wil wel langer, misschien is wel 25 of zo, ik weet niet. Misschien wordt het al 25 minuten. Spijt, ik wil deze hier ook op hebben, maar dat duurt nog wel even, zo te zien. Maar ja, hij blijft nog wel eventjes. Ik denk dat ik nog 1, 2, 3, 6 keer, 7 keer nog moet. Want ik krijg 250 XP voor Spirit. Want dat heb ik uitgerekend, namelijk 250 krijg je. Ik heb een keer nog 5 erbij gekregen. Ik weet niet waarom dat wel zo was, maar ik heb gewoon 5 erbij gekregen bij spel. Dus zal bij jullie ook wel zijn, dat het wat niet zo lang duurt misschien. Sommige mensen, ja, die hebben daar geen zin in en zo, die irritatie op te bouwen. Ja, als ik me veel doe ik dat. Ik speel bij Phoebe heb ik bijna alles bewonderd. Ja, bij Phoebe heb ik alles bewonderd, ja. Daar ben ik wel blij mee. Ga maar zo. Oh my god.
Waar is de bijenkorf? Voilà. Ik ga me vast even afzadelen. Want ik weet het altijd, er gaat altijd iets gebeuren. Er gebeurt altijd wat hier. Ah, mijn eigen blokje. Nou ja, zeg. Nou. Ik heb zo even gekeken en ik heb nog wel. Ik ga wel nog 10 minuten nog langer filmen hoor. Dan doe ik even die van deze nog eventjes. Oh, dit is van Skype, sorry. Komt dat ze me gaan bellen? Want dat kan ik niet zo heel snel doen, maar ja. Hier zijn we bij Manny. Nou ja, we moeten afzadelen. Sorry voor mijn stem. Trouwens, Mandy. Oh my god. Gaat ze verlaten? Ja, maar ik ga het verlaten als ik het nog goed weet. Ik weet het nog heel goed, maar ik weet niet of ik dat had opgenomen. Maar ja. Waar is de tas van haar? Oh, daar is de tas. Ik ga door mijn paard heen. Oh, pff, ik dacht dat het al klaar was, maar nee. Huh, paard. Dat geluid, oh my god. Is het nu al klaar? Ik ben level 11. Oh. Nou, ik moet eerst de doos neerleggen. Dan dit. En dan dit. Zo naast elkaar. Oh my god, dat is toch simpel, oh. Dat is toch simpel. Moet ik een cadeautje geven aan Julie, een van die twee. Ik weet niet hoe je dat eigenlijk uitspreekt. Ja, sommigen zeggen Julie of Julie. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Eerlijk gezegd. Oh jee. Reesje. Oeh. Oh, Reesje heb ik lang niet meer gehad. Oh my god. Er is een haak die niet hoort te liggen. Nou ja. Ik spreek met al die obstakels in hoor. Ik ga me alleen omrijden. Een beetje gedoe. Oh my god, ik moet er even in springen. Nee, toch niet. Kijk, daar is een hek. Ergens. Ja, daar. Dat klopt toch helemaal niet? Ja, meteen mis. Nou ja. Oh, je hebt tegen elkaar gebokst. Bot. Sorry. De padje sloom, maar ja. Ik kan niet helemaal. Ik mag. Nee, ik moet zo gaan. Oh, jezus.
Ja, yeah, deze heb ik ook meteen afgerond. Niet meer zoveel missies die ik moet doen. Op het begin had ik echt veel. Dan denk ik van, hoe moet ik dat in godsnaam doen? Dus daarom doe ik altijd die kopijs, die doe ik gewoon. Anders blijf ik op en neer rijden. En daar heb ik geen zin in. Ja, ik kijk zo naar die bericht wat ik heb. En paars stopt niet steeds, want daar word ik toch helemaal gek van. Wee! Geen zin in jam. Helemaal geen zin in. Al die kelder. Altijd. Nou ja, maak het uit. Wee. Wee. Zo, ik had er eventjes zin in. Oké. Oh, trek op nee. Sorry. Nee. Dat wil ik niet doen. Ik wil die doen. Hij heeft hier meteen gedaan. Kom maar. Nee. Oh my god. Nou. Oh, phew. Oh, jij hebt al een sketchje gezien, dacht ik, bij Phoebe, dacht ik. Ik heb geen idee waar het ook uit kwam. Oh my god. Je wordt bedankt. Paal, je wordt echt bedankt. Heel erg bedankt hoor, Paul. Waar komt het eigenlijk uit? Nou, oh my god. Nou, ik moet daar overheen springen. Dat is niet zo moeilijk. Ja hoor, ik krijg denk ik net een fout, maar weet ik niet echt zeker, maar ja. Nu zijn we klaar. Oh, fijn. Oh. Oké, dat was wel weer gaan, maar nou ja, maakt niet uit, ik doe gewoon weer benieuwd. Daar word ik toch helemaal gek van, hè? Als het niet echt lukt wat ik wil. Oké, nu gaat het goed tot nu toe. Tot nu toe gaat het wel goed, maar ik had zo weinig gedaan. Zo beëindigen dat ik weer misgaat. Oké, ik weet niet. Ja hoor. Oh my god. Altijd die staal op de paal. Als er gaat omheen. Dus ja, ik kan er nog inhalen.
Ik kan er nog inhalen, I hope. God, die moet hij er overheen springt. Ah, nee! Nee! Wow. Oh, daar word ik toch gek van. Kom, ik moet erin halen. Hé, eindelijk zeg. Dat duurt lang. Neem de bus naar Carnival. Oké. Oh, ik heb maar een manier om niet zo te wachten. Kijk. Zo. Simpel. Oh, daar zijn we er al. Ik weet waar die is. Dat is hier. Moet de sleutel gaan vinden, die weet ik ook waar die ligt. Hier. Lekker makkelijk. Dat was toch simpel. Hoe? Oké, doe ik het ook nog bij hem, oké. Ik weet hoe dat daar in die winkel is. Ik ga toch niks kopen, dus ga maar weg. Want ik heb dat wel gezien. Oké. Okay. Oh. Ik ga even kijken of we een paar minuten nog ik heb. Tot zo. Ik sluit de video hier af, want hij is al bijna 30 minuten. Dus dan zie ik jullie de volgende keer weer. There's no heart beating inside your chest. It's vanished.